Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is geen vlogmas meer. Nee. Maar het is wel heel koud. Veel kouder dan tijdens vlogmas. Ja, echt waar. Maar het is wel droog, mooi weer. Ja, eindelijk. De zon schijnt. Dus wij zitten binnen. Nee, nee, we zitten onder het afdak. Wij gaan jullie vandaag vertellen wat wij doen om de paarden oud en nieuw door te helpen. Want het is altijd chaos. Ja, altijd herres. Altijd. Altijd herres hier? Ja, ja. Altijd gevochten wanneer ik een broodje aan het eten ben. Normaal gesproken zijn de paarden hier wel vrij rustig met oud en nieuw. Maar City is natuurlijk nieuw. En Stan en Yellow. En Stan en Yellow ook. En we weten niet hoe die reageren op vuurwerk. Het zijn geen van alle hele schrikachtige paarden. Zag je die kip? Nee, maar die zijn dus nieuw. En we weten niet precies hoe ze gaan reageren. Nee, ik verwacht sowieso bij Stan en Yellow denk ik niet hele gekke dingen. Maar het blijft natuurlijk paarden. Je weet het niet. En Stan en Yellow staan net iets verder van de bewoonde wereld dan de paarden hier. Dus het zal daar denk ik wel iets rustiger zijn. En ik geloof de mensen die daar in de straat wonen ook niet heel veel met vuurwerk gaan doen. Dus dat scheelt. We hebben overleg gehad met z'n tweeën wat we gaan doen met Stan en Yellow. Of we ze binnen gaan zetten of juist naar buiten laten. Het leek ons sowieso het beste en ook het meest logisch dat ze gewoon net als nu, net als anders, dat er niks... Dat we ze niet gaan opsluiten, want dat zijn ze ook eigenlijk niet gewend. De rest van het jaar lopen ze ook in en uit. Ze kunnen naar binnen. Binnen is het ruim en rustig. Dus als ze spanning hebben, dan kunnen ze gewoon zelf binnen gaan staan. Maar ik denk als je ze op gaat sluiten, dat er meer paniek komt dan wanneer ze gewoon lekker rustig rond kunnen lopen. Ja. Dus hierbij onze eerste tip. Dus eigenlijk zorg dat je paard gewoon net als altijd in zijn vertrouwde omgeving kan staan. En dat er niks anders is dan normaal. Niet dat je ze dus opsluit als je dat normaal ook nooit doet. Of dat je ze juist buiten laat terwijl je ze normaal s'avonds op stal zet. Ja, als jij natuurlijk... Als iedereen karbid gaat schieten in jouw eiland, zou ik je paard niet buiten zetten. Paard niet in dat eiland. Maar indien mogelijk is dus onze eerste tip. Zo min mogelijk afwijken van je patroon, inderdaad. Tip 2 komt nu. Nee, en de paarden hier hebben we... die zet ik wel altijd in het andere weiland. Met oudejaarsdag, want ze gaan hier dus wel in de omgeving karbid schieten. Nou ja, Roos is altijd wat gespannen, maar die doet er niet heel veel mee. Shetlanders ook niet. City weet ik niet, want die kan ook wel gewoon in paniek raken van een blikje dat de weg raakt. Dus in principe stromend water. Denk ik wel dat die iets meer paniek zaait dan de rest. Ja. Maar dat weiland is gewoon afgezonderd van weg. Dus waarschijnlijk zullen ze de knallen wel horen. Maar er zijn hier altijd van die gekkies, omdat hier dus de weg langs loopt. Zoals jullie kunnen horen. Aan het voorste weiland, ja. Daar gaan dus mensen, vinden het dan grappig om vuurwerk in je weiland te gooien. Snap ik. En dat is... Vuurwerk naar dieren gooien of de plekken waar dieren staan. Doe even niet. Ja, ik snap het ook niet. Nee, doe gewoon niet. Laat ook mensen met rust, laat bejaarden met rust. Laat gewoon dingen met rust. Ja, maar ook ik snap gewoon, het echt niet. Ook al staan er geen paarden in de weiland, waarom zou je dat ingooien? Zoals je vreet het op of zo? Ja, dus ik zet ze altijd in een andere wei, want daar ligt onze tuin zeg maar helemaal omheen. En het weiland van de buurman, dus daar kan niemand behalve wij bij komen. Daar staan ze iets veiliger en dan kan ik inderdaad dus, tip 3, de volgende dag... Het weiland voorchecken als ze daar niet vuurwerk gaan opeten. Gewoon geluk. Tip 2 is dus dat als je de mogelijkheid hebt, als ze aan een drukke straat staan, dat je ze dan niet direct aan de weg zet. Nee, maar ja, ik word zelf altijd een beetje benauwd van al die gekkies die langskomen. En dan was het dus tip 3. Check je weiland op nieuwjaarsdag, want je weet nooit wat erin gegooid is. Dus niet dat je paarden in één keer nog een restje ratje opeten. Ja, of vuurpijlen die komen uit de lucht vallen. Dan kunnen mensen natuurlijk niet mikken waar die terechtkomen uiteindelijk. Die vallen altijd overal neer, dus die zou ik er even uithalen. Tip 4. Vier. Stalmanagement. Ja. Wat je kunt doen als je paard op stal staat. Ja, ik wil, of in elk geval, ik zelf vind het altijd fijn als de paarden 's ochtends gewoon bewogen hebben. Of overdag, dat ze in elk geval de energie en spanning een beetje op hun eigen manier kwijt kunnen. Zodat ze gewoon rustiger zijn, zelfs op stal. En ik heb hier altijd wel het licht aan en ik heb vaak een radio aan. Zodat ze een beetje vertrouwd geluid hebben, zodat ze goed kunnen kijken. Als er echt paniek uitbreekt, doe ik liever de luiken dicht. Want ik wil niet het risico lopen dat een paard over de staldeur hangt. Maar ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad hier dat er zoveel onrust was. Maar goed, dus ik laat eigenlijk liever de luiken open als ze gewoon oké zijn. Ja, maar je hebt in ieder geval de mogelijkheid om hem dicht te doen als het een beetje... Ja, en dan inderdaad. Maar ik doe niet bijvoorbeeld al de luiken dicht. Want dat vinden ze vaak enger dan wanneer ze gewoon lekker naar buiten kunnen kijken. Mijn paarden. Ik heb het niet, dit is niet algemeen kennis. Nee. Dat is mijn ervaring hier. Maar dat is ook weer met, dat zijn ze niet gewend, dus dan ga je ineens iets veranderen. En dan maak je het juist spannender, terwijl dat probeert juist niet te doen. Nee, precies. Ik doe de luik altijd alleen dicht als het gewoon 20 graden vriest. Oh. En de waterleidingen moeten niet aanvriezen, zeg maar. Dat ze dan gewoon met z'n allen een beetje warmte binnen kunnen broeien en zo. Oké, tip
Tip 5. Deze geldt vooral voor, denk ik, rond jaarwisseling, als het echt helemaal losgaat. Ja, bij ons is dat de hele dag al. 'Sochtens om 8 uur of zo gaan ze kapit schieten en houdt gewoon niet meer op met ellende. Ja, nou, de meeste mensen die voeren een paard dus bij. Ik heb tijdig vast hooi besteld. Komt zo meteen binnen. Nieuwe. Deze is bijna op. Ja, nieuw voorraad, zodat we ze goed vol kunnen proppen met oud en nieuw. Dat doen we bij Stan & Yellow ook trouwens. Ja, hè? Voor Stan & Yellow hebben we nog een extra hooinet gekocht. Zodat we op wat verschillende plekken hooi kunnen verstoppen, verbergen. Dat ze lekker een beetje bezig zijn. En dat we niet elke 10 minuten die kant op hoeven om weer aan te vullen. Ja. En dat ze gewoon lekker de hele dag onder de pannen zijn. Tegen verveling en om ze bezig te houden kun je dus bijvoeren, de radio aanzetten. Gewoon zorgen dat ze iets te doen hebben. Ja, ze hebben hier allemaal likstenen in de stal en een likkit en... grote hooinetten. En ik ga vaak voor 12 uur er ook nog heen om ze weer even helemaal vol te proppen. Vaak hebben ze nog wel, maar... Ja, maar dan op het moment dat alles losgaat om 12 uur 's nachts, dan hebben ze gewoon vol. Eten. Ja. Tip 6. 1 ding wat je absoluut niet moet doen. Ja. Waar wij eigenlijk geen fan van zijn. Nee. En ik denk een heleboel mensen ook niet. Nee, inderdaad. Ja, ik werk natuurlijk veel samen met de dierenartspraktijk. We verdoven veel paarden voor de gebitsbehandelingen. Daarom denk ik ook, er zijn heel veel mensen die in deze tijd van het jaar aan ons vragen of wij het paard gewoon even kunnen verdoven voor Oudejaarsdag. Of voor Oud en Nieuw. Of dat wij de paarden kunnen behandelen juist die dag. Echt iedereen vraagt massaal aan of wij paarden kunnen behandelen op Oudejaarsdag. Echt? Oh, nou, dat ze dan gewoon chill zijn? Ja, dat ze de hele dag staan te slapen. Ja. Yeah. Maar dit heeft meerdere... die punten waarop ik denk dat het niet een heel goed idee is. Paarden kunnen wel degelijk in paniek raken. Ook als ze verdoofd zijn. En ze kunnen ook daardoor heenbreken. Dus zoveel adrenaline aanmaken dat ze eigenlijk door die sedatie heenbreken. En in sommige gevallen levert dat nog meer paniek op dan wanneer zo'n paard eigenlijk gewoon rustig zou zijn. Ja, want eigenlijk is het een soort... Sommige verdovingsmiddelen werken toch op verlammend. Ja, dat, dat de spieren eigenlijk een beetje verslapt worden. En dat is... Dan raken ze juist weer in een paniek van het feit dat ze niet in paniek kunnen raken. Ja. Ja, want wat wij met de gebitsbehandelingen gebruiken is ten eerste iets ander middel. En dat is ook lichtverdovend. Maar ook omdat je veilig wil werken. En niet omdat je een paard rustig wil houden voor vuurwerk. Nee. Het is, ik denk niet dat dat een hele goede optie is. Dat je beter kunt zorgen dat gewoon je stalmanagement oké is. En als een paard echt paniek heeft, is het natuurlijk wel hartstikke vervelend. Maar ik denk dat je het voor het paard alleen maar erger maakt als je de verdovingsmiddelen in gaat stoppen. Ja, en ik denk ook niet dat het heel lang stand houdt. Als je een paard... Want ze kunnen ook heel erg gaan zweten. Dus je krijgt natuurlijk bijeffecten. En als het om een hele korte periode van angst gaat... Want stel je voor, hij heeft 10 minuten even spanning. Dan vloeit het daarna af. Maar met oud en nieuw blijft die paniek gewoon doorgaan natuurlijk. En dat is best wel... kan inderdaad nog veel. Dan gaan ze gigantisch zweten. Ze kunnen soms de warmte niet kwijt. Je kunt daar echt weer andere problemen van krijgen die je eigenlijk helemaal niet moet willen. Ja. Dus ja, ik ben zelf meer voorstander van je paard bezighouden met voer. Check als je weet dat je paard paniek heeft. Zorg ervoor dat er toezicht is of iemand in de buurt of een camera of wat dan ook om te kijken of ze zichzelf niet verwonden. Ja. En ja, het is heel vervelend. Ze moeten er vroeg of laat of aan wennen of de nacht doorkomen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar jullie mening of vuurwerk verboden moet worden, ja of nee. Of jullie zelf groter voorstander zijn van, zeg maar, die grote gezamenlijke shows. Oh ja. Of dat jullie toch zeggen, nee, zelf dit vuurwerk is traditie, afsteken. Het is maar altijd tot zo geweest. Ja, maar laat de diertjes met rust. Ja, ja, dat sowieso. Ja, nee, ik denk dat dat voor iedereen die onze video's kijkt wel geldt. Maar ik ben eigenlijk ik ben gewoon benieuwd naar jullie mening. Laat weten in de comments wat jij ervan vindt. Zorg gewoon dat je paard bezighoudt. Geen gekke dingen of zo, niks anders dan normaal. En check dus na Oudejaarsdag je weiland. Ja. Voordat je je paarden weer inzet. En ik geef ze altijd nog slobber en zo. Ik maak altijd gewoon een soort feestdag wel voor de paarden. Lief! Helemaal vies verwendigheid. Lief! Maar dan krijgen ze met kerst ook, krijgen ze ook allemaal extra. Kerstdiner's. Nou, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze tips. Of dat jullie iets hebben aan deze tips. Als jullie nog meer vragen hebben, laat het dan even weten in de comments. Misschien kunnen wij ze wel beantwoorden. Misschien niet. En deel jouw tips. Als jij nog iets anders doet met je paard om je paard rustig te houden, let us know in de comments. En dan zijn wij volgende week zaterdag weer terug. Want aankomende woensdag is het... Oudejaarsdag. Nieuwjaarsdag. Ik weet het niet meer. Nieuwjaarsdag. En in het nieuwe jaar.
willen we jullie natuurlijk gewoon een complete Vlogmas-marathon gunnen. Dus kunnen jullie al onze oude video's terugkijken. En dan zijn we volgende week zaterdag weer. Ja, dus een nieuwe video. Aankomende woensdag op nieuwjaarsdag geen nieuwe video. Maar dan kun je dus inderdaad alle Vlogmas-video's terugkijken. Dan zijn we zaterdag weer met een nieuwe video. En voor het nieuwe jaar. Nieuw us. Nieuw us, nieuw jaar, nieuwe video's. Nieuwe voornemens, nieuwe... Vergeet niet te liken en te abonneren. Want er komen hele leuke dingen aan in het nieuwe jaar.